De inwoner staat klaar om met mij het gesprek aan te gaan. En ik hoor heel erg graag waarom dit nou zo'n bijzondere plek is. Ik ben Fabian Kuiper. Ik heb de burgemeester hier uitgenodigd in de draaikolk om iets te vertellen over het zwaardvechten dat wij hier trainen. Maar ook over de multiculturele... over de multiculturele functie van de draaikolk in Den Helder. Aangezien ik in de afgelopen 2 jaar dat wij hier wekelijks trainen, dat ik er ook echt wel achter ben gekomen hoe breed het scala is en wat de draaikolk aanbiedt. Goedemiddag, daar ben ik aan. Hoi, hallo. Fabian. Jan, welkom. Boer. Aangenaam. Ja, wederzijds. En ik ben aanbeland bij de draaikolk. Ja, dat klopt. Ja, ik dacht eerst aan een zwembad, maar dat is het niet. Nee, inderdaad niet. Dat dacht ik vroeger ook altijd. Totdat we op een gegeven moment op zoek waren aan een trainingslocatie om wekelijks het zwaardvechten te trainen. Ja. En zo zijn we hier uitgekomen. En de afgelopen jaren zijn we van een kleine zaaltje aan eigen doorgegroeid naar de grote sporthal zelf. En daaruit is ondertussen wel een beetje gebleken wat je dan allemaal langs ziet komen aan mensen. Dansles die hier worden gegeven, zelfs hele kerkdiensten worden hier gegeven. Hoe bijzonder deze locatie eigenlijk is. Ja. Dus zodoende dat ik u daar kennis mee wil laten maken. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Ja, ik volg je. Ja. Ik heb ook al wat spulletjes meegenomen, zodat u een beetje beeld kan krijgen wat we allemaal doen. Ja. We zullen vast wat vragen. En hier zit wel een tijdperk tussen, of niet? Ja, er zit zo'n kleine duizend, bijna 500 jaar tussen. Ja, maar is wel de kern van wat jullie hier doen? In principe wel. We trainen hier in de zaal ook vanwege natuurlijk de vloeren. Trainen we met speciaal zachte materialen. Waarbij je ook conditioneel ook bezig kan zijn. En ook heel technisch heel techniekgericht. Eigenlijk kan laten zien en kan trainen wat je wilt bereiken. Maar de sport is zwaardvechten en niet schermen. Nee, dat gebeurt hier niet. Ik zal even laten zien. Dit is het type zwaard waar ik mee vecht. Zo. Dit is een 14e eeuws enkelhandig zwaard. En daarmee vecht ik full contact. Ja. Zowel in teamverband als individueel. En vroeger waren ze scherp. Vroeger waren ze scherp, absoluut. Alleen tegenwoordig met de eisen die er zijn, want er een heel zwaar regelsysteem zit bij ons achter, hebben we dus tegenwoordig botte wapens, afgestompte punten, want er wordt niet gestoken in deze sport. Er zijn ook de harnassen niet op uitgerust en is ook niet de essentie van de sport. Lijkt in zekere zin daarin niet helemaal op schermen, maar in de individuele sessies wel, want het gaat ook gewoon om punten. Ja. Enkelzwaard zijn punten, daar werken we mee met de schilden. En uiteraard, omdat ik een echte nieuwe diepe ben, heb ik ook een beetje een helder steentje eraan afgegeven. Ja, in, is het Latijn? Is in het Latijn, ja. En dat is het wapenmotto van Willem van Oranje. Kijk, terug in de tijd. Maar, terug in de tijd en ook een klein beetje om, omdat ik in de nationale selectie zit, ook om dat toch een beetje te laten zien, ook in mijn heraldiek. Ja, want hoeveel zwaardvechters zijn er in Nederland? In Nederland zijn er op dit moment een stuk of 50, 60 actieve vechters, zowel in teamverband als individueel. En dat is gigantisch aan het groeien. Dat is sinds 5 jaar dat we de sport beoefenen in Nederland. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zit een beetje met hem, want als je gaat praten, dan stopt hij gewoon echt niet meer hoor. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent van het bestuur van deze van de draaikolk? Ja, ik ben voorzitter hier van de stichting. Wij doen het beheer van het gebouw waar dus onder andere Fabian met zijn zwaardvechters traint. En wij hebben hier veel meer andere bezigheden natuurlijk. En wij doen het beheer, wij doen het onderhoud, wij zorgen dat de planning wordt gemaakt voor het bestuur. En gelukkig ben ik in het bezit van een groot bestuur met in totaal 9 personen, want ik zou dat natuurlijk nooit alleen kunnen. Okay. Kunt u iets zeggen over de historie van dit gebouw? Wij bestaan bijna 50 jaar. Ja, dit gebouw ook. Oh. Ja, dit gebouw. Ja, in 2023 hopen wij daar een groot feest voor te kunnen geven, maar we zijn nu eventjes in afwachting van hoe het allemaal gaat lopen met de ontwikkeling na corona, want we hebben een tijdje stilgestaan, dus we hadden grootse plannen, zijn even in de koelkast beland
En nu hebben we dus een nieuwe planning daarvoor gemaakt van wat is belangrijk, wat moeten we het eerst oppakken, wat kunnen we even nog aan de kant schuiven en wat kunnen we nog overhouden om dat grote feest aan al onze afdelingen te kunnen bieden. Ja, wat gebeurt hier allemaal naast het zwaardvechten? Zwaardvechten, ja, dat is natuurlijk wel een echt heel bijzonder ding. Dat sowieso. Er zijn weinig verenigingen hier die dit soort attributen binnenbrengen. Maar wij hebben hier dus ook een grote gymafdeling met jeugd, peutergym hebben we, maar het loopt door tot en met rollatorgym, ook dat wordt gedaan. En dan alles wat daartussen zit komt hier binnen. Reunerad wordt hier ook gedaan, sorry, met die grote raderen, ja? Dat die meisjes erin staan, allerlei rare dingetjes doen en salto's en ronddraaien, heel leuk, ja. Heel leuk om te zien ook. Daarnaast hebben wij koersbal, biljarten, badminton. We hebben ook een salsa vereniging hier binnen zitten, Salsa bij Jay. Die doet het ook hartstikke leuk. Die mag nu ook gelukkig weer beginnen, dus daar zijn we ook blij mee. Fotoclub hebben we. Er komt ook een kerk hier, twee kerken. Op de zondagochtend en de zondagmiddag hebben we hier kerken. Ja. Wilt u wat laten zien? Wil ik wat laten zien? Toevallig met het oog op het stukje onderhoud wat wij dus doen, hebben wij vandaag in de grote zaal, in de sportzaal, nieuwe wandrekken laten plaatsen. En dit is dus een stukje wat dus wel wat betreft onderhoud straks ons aandachtspunt is voordat we in 2023 ons grote feest willen geven. En wat is het dan? De muren? Of? Isolatie. Isolatie. De kleedkamers die zijn oud, die moeten echt vernieuwd worden, ook geïsoleerd, dus ja. Dat gaat nog een leuk project worden. We doen grotendeels al het onderhoud hier met vrijwilligers, dus gelukkig hebben we die, maar ja, ook dat is natuurlijk weer even een stukje aanpassen straks. Ja, dus dat elke is avond bezet? Elke avond bezet, klopt, ja. Ja, als je alle mensen die in zo'n week bij elkaar optelt, hoeveel mensen komen hier dan gemiddeld in zo'n week buiten corona? Ja, even kijken. Als ik nou ga kijken naar de biljartvereniging, dan praat je al over zo'n 100 leden. De gymnastiek die zitten zo rond de 250 leden, dus dan ga je al naar de 350. Koersbal, de koren. Ja. Ja, misschien wel naar de 1000 mensen die al. Nou, 1000 wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat je snel naar de 600-700 mensen gaat die in een week tijd hier binnenlopen. Ja, is leuk. Er gebeurt nu niks, maar wij hebben wel een riante biljartzaal. Ja, zeker. Dat is wel de moeite, hè? Ja, hè? Als we nou over 10 jaar verder, waar zijn jullie dan als stichting en als de draaikolk? Ja, dan hopen wij dus een behoorlijke end op weg te zijn met alle vernieuwingen en verbeteringen. Sowieso willen we het eigenlijk al in 2023 afgerond hebben, maar zoals ik al eerder zei, we hebben wat dingetjes aan de kant geschoven. Dat zal dus op latere termijn allemaal opgepakt moeten worden. We zijn afgelopen jaar, zijn we in het bezit van zonnepanelen op het dak. Dat is al echt een super grote verbetering voor ons geweest. Ja. Dus daar zijn we al heel blij mee. En ja, over 10 jaar zijn wij hier gewoon nog steeds. En dan hoop ik dat ondertussen het vrijwilligersbestand weer wat verder is uitgebreid. En misschien ook nog wel wat verjongd. En dat het enthousiasme vooral blijft bij de mensen die hier komen. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, ik sta daar heel positief in. Ja. Eigenlijk zegt u, over 10 jaar zijn we nog midden in de samenleving. Alleen met een duurzame jas eromheen. Precies. Ja, heel mooi gezegd. Want er zal altijd een behoefte aan zijn. Ja. Ja. En hoe is dat voor de zwaardvechtsport? Is het, Ik verwacht sowieso, als ik kijk naar de groei van de afgelopen 5 jaar, waarbij je toch jaarlijks met een 20% groeit, dat we over 10 jaar wel op misschien wel 200, 300 vechters zitten in Nederland. En daarbij hoop ik vooral ook dat de clubs uitbreiden, zodat er ook in Nederland echt competitie gedraaid kan worden. Want hiervoor moeten we nu tegenwoordig nog steeds veel naar Frankrijk of naar Duitsland toe. Wat ook heel leuk is, want je ziet de meest bijzondere plekken. Ja. Je komt op plekken uit waar je anders ook als toerist zijn en niet zou komen. En je ziet de meest mooie dingen. Dus dat is heel gaaf. Maar ik hoop toch ook dat we in Nederland gewoon iets meer groei gaan doormaken. En daarin ook op persoonlijk niveau dat ik straks echt wel
in ieder geval in de top 20 van de wereld terecht mag komen. Dat is een mooie ambitie. Dat is een mooie ambitie, ja. Den Helder niet alleen als basketbalstad, maar ook als zwaardvechtstad. Ja, dat is een mooie, mooie afsluiting. Nou, zeker. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja, ook dankjewel. Graag gedaan. Ja. Leuk.